Het muzikale landschap zag er vroeger geheel anders uit. Er was een orkest, natuurlijk, en dat speelde zo'n beetje alles. De oude muziek, slecht en niet geïnformeerd. Nieuwe muziek, niet of zonder liefde. Frans Brugge en Gustav Leonhard zijn mijn grote voorbeelden en ik put heel erg veel inspiratie ook uit hun. En plus dat ik vind dat zij heel veel hebben betekend voor de klassieke muziekwereld van vandaag. Zij hebben eigenlijk een soort revolutie in gang gezet. En dat was ook op het filmpje te zien. Dat ze echt hebben gevochten voor dat mensen op een andere manier naar muziek zijn gaan kijken. Niet dat elke noot van Mozart en van Beethoven van A tot Z gelogen is. Een van de eerste stappen die zij hebben genomen was eigenlijk dat zij de instrumenten, dat ze de instrumenten die Mozart of Bach vroeger zou kunnen hebben gebruikt, dat ze die weer uit de musea hebben gehaald of van de zolderkamer en dat ze daarop zijn gaan spelen. Want de instrumenten die wij nu hebben zijn heel anders dan instrumenten die iemand als Bach bijvoorbeeld ter beschikking had. Ze hebben niet, om te beginnen, niet het instrumentarium wat de werken van genoemde meneer Mozart en Beethoven naar behoren kan vertolken. In ieder geval is het helemaal niet wat deze componisten zich voorgesteld hebben. Nog hebben ze de kennis, nog laten ze zich informeren, nog laten ze hun dirigenten goed op de hoogte laten zijn. Het is allemaal één grote leugen. De volgende stap was eigenlijk dat zij onderzoek hebben gedaan, dat ze echt de diepte in zijn gedoken en terug zijn gegaan naar de handschriften, oude bronnen weer uit archieven hebben gevist en heel veel fouten die ook in edities stonden weer hebben hersteld. Want je kunt het misschien vergelijken met als je met een grote groep kinderen bent en je laat ze een woord in elkaars oor fluisteren en je kijkt dan wat er na 20 kinderen uitkomt, dan heb je een totaal ander woord. En datzelfde is eigenlijk met de oude muziek gebeurd. Mensen moeten hierop stemmen, omdat Frans Brugge en Gustav Leonhard, oftewel de pioniers, zoveel hebben betekend voor hoe wij vandaag naar muziek kijken. En daarom zouden mensen moeten stemmen op dit onderwerp.